Ze zijn op de dag begint te racen. De vlag racen naar de zon. Zie de slanke mast de hemel reizen. De dag die weer begon. 100 jaar maskerscooten. Ja. Wat staat er vandaag allemaal te gebeuren? Zoals een uitgebreide verjaardag moet gevierd worden. Hè. Dus wij hebben vanmorgen een optocht gedaan van op de Graanmarkt naar hier. Wij doen dat eigenlijk normaal niet, maar we vonden voor ons 100 jaar moesten we dat toch doen. Met tradities, met vlaggen, met alles erop en eraan. Als zijn wij nog kavalers, als zijn wij nu nog klein. Wij willen vijftig keren, om later veel te zijn. Dus we gaan. Bij aankomst aan hun lokalen werd iedereen ontvangen met een glaasje bubbels of fruitsap. Bij een 100-jarig bestaan hoort natuurlijk ook een reuzetaart met vuurwerk erbij. En dit terwijl men kon genieten en meezingen op scoutsliederen die in een nieuw muziekjasje waren gestopt. Door de energieke groep te maken die flexibel en vernieuwend is en steeds maar groeit. Afgelopen jaar met maar liefst 177 geregistreerde leden. Bovendien is ze allemaal samen op kamp gaan, ook een kleine uitdaging. Maar die toch van een klein dakje. Een boekje. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Jij staat ook in de groepsleiding van de maskerscooter, de nieuwste generatie. Wat betekent dat voor jou, maskerscooter? Wat zijn jouw waarden? Goh, mijn waarden hier... Ik vind gewoon, scouts, dat staat bij mij vooral voor vriendschap en samen dingen doen en er zijn voor de gastjes, dat is voor mij het belangrijkste. En ik denk dat we dat wel al een paar keer schoon hebben kunnen bewezen, dat we er samen kunnen staan. Wat er ook gebeurt door weer en wind, dat we er staan voor onze gasten. De zondag elke keer en op kamp en de jamboret die er deze zomer aankomt. Dus ja. Een internationale jamboret? Welke landen verwachten jullie allemaal? Canada, Uruguay, Hongkong... Wie komt er aan? Ja, we hebben al een mooi lijstje aan landen ondertussen. Dus het komt zeker in orde, onze jamboret. We staan hier bij drie generaties van dezelfde familie. De oma, Janine, de mama, Frida, en de dochter, Maxime. Wat betekent maskerscooter voor u, Janine? Dat was mijn schoonste tijd, ja. Veel vrienden en die je nu nog als vriend hebt, ja. Ja. Ik zie dat u aan tafel zit met heel wat oudere scooten. Hoe is de ambiance daar? Heel goed, goed. We hebben een schoon tentoonstelling gehad en iedereen, het is allemaal goed meegevallen, ja. Frida, de tweede generatie, wat betekent maskerscooter voor u? Wel, eigenlijk voor mij ook een hele schone tijd. Mijn beste vriendinnen, dat zijn de vriendinnen die ik leren kennen heb bij de scouts. In onze tijd hadden we niet zoveel keuze. Of je ging bij een sportclub, of naar de muziekschool, of bij de scouts. En bij mij was het de muziekschool en scouts. Dus fantastische herinneringen en super, 100 jaar. Hè. En dan komen we bij de jongste telg, Maxime. Welke waarden heeft mama en oma doorgegeven over de scouts? Ja, ik denk dat we momenteel nog altijd aan vriendschap sowieso heel veel aandacht geven. Zelfstandigheid, ze leren hier echt om zelfstandig te zijn bij de scouts. Dus dat is iets wat doorgegeven wordt, al 100 jaar lang. Ja.
handen af vast waren, dan zongen we altijd. Hè. Weet je dat nog? Ah ja, ja. Zongen wij zongen altijd schaatsliedjes hè, en de meekosten heel veel liedjes. Hè. Ja. Echt maar. En kun je nou nog iets zingen? Maar ja, maar met de stem is de bedankt. Ben u liever... Nee, ja. Ik was bij de kabouterkensleiding. Ja. En dat was van zes klein meisjes opgelet. Ja. Waarom hebben zij zo'n pret? Ja, dus ja. Goed. We zitten hier bij een van de oudste eigenlijk. De oudste oud maskerscoot, 93 jaar. Lea, wat doet zo'n dag als vandaag voor u? Ja, ik heb daar vele jaren voor gespaard de laatste tijd. Dat ik zeg, dat moet ik nog houden. En ik heb dus een heel valies bijna kunnen geven om mijn documentatie en alles te doen. Maar ik heb later, misschien wijst dat wel een beetje op mijn misvorming erin. Ik heb nadien, als ik ben hier tot in 73 denk ik... in de groep geweest en gebleven, een groepsluister, eerst gewone gids. Ik ben hier onder de oorlog terechtgekomen, dat is misschien wel nog interessant. Ja. Dat, ik zat bij een zuster in de klas, zuster Johan, in het zusterhuis. Ja. En die was ingelijfd dat ze daar als leerkracht te komen, als regentes. En die had pedagogie gedaan in Leuven. Ja. En die is daar bij die gidsengroep terechtgekomen. En ik zat bij haar in de klas en die gidsengroep die gingen een kerstfeest geven. Maar het was in het jaar 43, de overgang 42-43. En er was niet zelfs geen brood te krijgen voor de groep. Maar mijn ouders waren boeren. Ik woonde in Denderwindeken. En ze vroegen mij, zou je vader geen brood eens willen bakken voor ons kerstfeest? We hebben niks. En hij was natuurlijk hem kennende, dat was... voor hem, en dat is mijn entree geweest bij de gidsen, want ze zei dan, kom toch naar dat kerstfeest dan eens. En ik ben dan geweest, en dat stond mij eraan die geest, en ik ben daar naartoe gegaan. Het was liefde op het eerste zicht. Ja, ja, echt waar, zo de geestensfeer, maar dat was totaal anders, dat was... Ja, nu is dat allemaal zo los en dat moeten we niet meer vergelijken, hè. Ik ben daar niet ongelukkig van. En ik daar tot zeer lang dus, maar hier zijn allemaal de opvolgsters ook na mij en zo. Hè. Maar... En dan in het district zijn we terechtgekomen. Hè. Dat was toen districtsorganisatie van verschillende groepen. En Gent buiten de muren eten wij toen. En dat was... Gent was een district, maar wij... Aals was bij de Blauwe Gidsen. Dat is het einde van de Blauwe Gidsen dat ik nog gekend heb. Maar nooit bij geweest. Wij zijn kakkies geweest van in het begin. Hè. En Dat was een zeer schone tijd onder de oorlog, maar we hebben dus toch wel zeer weinig. Hè, maar we hebben altijd voortgegaan, het heeft zelfs verboden geweest. En die blauwe gidsen zijn opgekomen. Duits gezind was dat in de tijd. Aals was blauw, Anderlecht was blauw. Zie je, dat was veelvuldig aanwezig. Wij zijn altijd kakkie gebleven. En dan ben ik later in het district terechtgekomen, als districtsleidster, commissaresse noemden ze dat dan nou. En nu geloof ik dat allemaal in me bestaat hoor. En dan later was er de gidsen tak gelijk nu, die leeftijd tussen 12 en 18 jaar was dat toen. Hè. Dat waren dan de eigenlijke gidsen, gelijk als ze nu nog bestaan, die groep. En, dan ben ik daar leidster van geweest in het district van een zestal groepen. Deins heeft ook gevierd nu. Ook 100 jaar. Het schijnt, maar ik wist niet dat die 100 jaar bestonden. Ik weet van ene groep Merksem. En daar moeten ze in tijd nog woorden mee gehad hebben. Maar ja, dat wist ik allemaal niet toen. Ik heb dat nu ook allemaal gelezen bij deze gelegenheid. Hè. Ook een maskerscoot
Ik zie hier dat de pinten toch wel nog altijd graag gedronken worden. Ah ja, ik niet hè. Nee, nee, alleen frisdrank. Rebecca, is dat zo? Is frisdrank de populaire drank bij de Maskerscooter? Ik denk als we samenkomen dat frisdrank uit een boze is. Dat we liever een beetje bier of wijn drinken. Als u nu kijkt naar de huidige generatie, die waarden van nu, waren dat diezelfde als van toen? Nee? Dat is vergroeid. Maar dat is heel goed. Ik kan dat begrijpen dat allemaal als het nu is, goed is voor hen. Maar voor ons, wij waren veel strenger voor ons eigen. De tijd evolueert natuurlijk ook. Hè? Ja, dat behoort. Het zijn mensen die er ongelukkig van zijn. Hetzelfde met het katholicisme hebben ze bij Schouting laten vallen. Als dusdanig, maar je mag zijn wat je wilt. Hè. Je zei, ja, ik geloof ook niet meer gelijk als ik in die tijd geloofde. Later op de avond waren er ook nog twee optredens voorzien, waaronder één van die 80's. Zowel de leiding als hun aanhang was zeer tevreden over het feest. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.